hij gaf echt zijn zegen aan ons allemaal, ook aan mij. En hij zei tegen mij later nog, op een nog iets later moment van Welmoed... ja, hij zag ook wel dat ik enorm worstelde en vocht om mijn weg te vinden. En hij zei, weet je, dit moet je niet verkeerd opvatten... maar op het moment dat ik straks overleden ben, dan ga je. Dan ga je je eigen weg veel makkelijker nog vinden. Dan voel je ook dat je kan gaan. En dat, heb ik, dat was ook zo. Ik voelde, het was natuurlijk enerzijds ontzettend moeilijk om hem te moeten verliezen. Maar anderzijds, ik was tegelijk, denk ik ook onbewust... ook altijd heel erg bezig met wat vindt hij er allemaal van. Ja. En, dat was in eerste instantie via de weerstand. Maar het zat er altijd. Ik trok me heel erg aan wat hij van alles vond. En dat wist hij dus? Ja, dat heeft hij toch geweten. Dat is ook wijs, hè? Ja. Mooi dat er steeds veel van die wijze richtingaanwijzers... hoor ik in jouw biografie langskomen. Ja, dat ervaar ik heel sterk zo. Ja, tot op de dag van vandaag.